Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag zullen we deze MacBook Pro 13-inch model van 2010 herstellen. Dus de batterij is stuk gegaan. Ik zal daar nieuwe batterijen plaatsen. Eigenlijk wat er gebeurd is, de originele batterij is opgezwollen, waardoor het de trackpad naar boven kwam en de batterij onbruikbaar werd. Ik heb die batterij dus moeten verwijderen. Ik kan de computer op zich nog wel gebruiken op stroom, maar dus niet meer zonder. En ik heb deze batterij online gekocht op eBay. Het is een alternatief voor de echte Apple producten. Dus het is een Meets or Exceeds OEM staat erop. Dus het zou moeten minstens even goed zijn als de Apple dingen. En dan heb ik ook nog dit gekocht. Het is eigenlijk een upgrade van de, of beter een vervanging van de optische drive. Dus als je deze model had nog een optische drive. Zoals je hier kunt zien in deze sleuf kun je een CD of een DVD kwijt. En met die adapter zou ik daar een extra harde schijf moeten kunnen plaatsen. Omdat ik die DVD-drive toch nooit gebruik en dat alleen maar veel lawaai maakt bij het opstarten. Ja, op dit moment zit er dus geen batterij in, dus deze batterijindicator zal ook niks doen. Ik heb een afzonderlijke video rond de MacBook, rond deze computer en materiaal met verhaal met meer info rond deze computer. Laten we eerst eens kijken wat er juist meegeleverd wordt in die adapter. Dus dit is een optische drive naar HDD adapter. Dus in het zwarte gedeelte past een harde schijf, een 2,5 inch harde schijf. En dan de buitenkant van deze caddy of drive heeft de vorm van de optische drive die nu in de computer zit. Dus dan kunnen we dat gewoon één op één vervangen. Het is vrij licht en ik zie dat hier ook al wat beschadigd is in transport. Wat zit er nog in de envelop? Er zit een schroef zie ik hier, ja, een soort van schroeven. Aan de lengte dien ik vermoed dat dit schroeven zijn om de harde schijf te bevestigen in de adapter. En dan verder nog een informatieblad. De second HDD caddy is de term als je dit product zoekt op eBay. Daarmee zou je dit wel vinden. De prijs is iets van, het was denk ik 10 of 12 euro. Het was zeker onder de 20 euro. En dan er zit ook een schroevendraaiertje bij. Maar ik zou je eigenlijk aanraden, ja, het is een Philips 000 type schroevendraaier. Maar als je die openmaakt, zou ik aanraden van een setje te kopen zoals deze bijvoorbeeld. Daarmee kun je de meeste MacBook modellen en andere Apple devices wel open krijgen, voor zover dat ze niet gelijmd zijn natuurlijk. Deze heb ik al open gedaan, dus ik weet welk type schroevendraaier dat past. Laten we beginnen met het geheel om te draaien. Onderaan zie je dan de nodige schroeven. Dus die moeten we eerst allemaal los gaan maken. En dan, dit is de schroevendraaier die ik daarvoor gebruik. Het is dus een PH000 type schroevendraaier. En dan is het een kwestie van de schroeven allemaal los te maken. Dus als je dit voor de eerste keer doet, hier gaat dat nu vrij vlot. Maar ze zitten oorspronkelijk vast met een beetje Loctite. Dus het kan zijn dat dat initieel wat moeilijker los te maken is. Maar dan kun je eventueel met een haardroger bijvoorbeeld die Loctite opwarmen. En zo de schroeven gemakkelijker los krijgen. Dit zijn de langste, dus deze zitten onderaan aan de zwarte ventilatiesleuf. En de andere zijn allemaal kortere schroeven. En eens ze allemaal los zijn, kun je dus gewoon dit geheel ervan afnemen. En dan zie je het inwendige. Dus dit is een harde schijf die ik al vervangen heb. Die kun je upgraden door een SSD, dus dat is de opstartschijf. Dat zou ik zeker aanraden om die te vervangen. Omdat die veel sneller zijn en je krijgt dus een veel sneller startende computer. En een vlotter werkende computer. Nu, deze was een klein beetje dunner dan de originele schijf. Dus heb ik hier bij een stukje moesten de verschillende dikte opgevangen. Hier zit normaal gezien de batterij. Die heb ik er al uitgehaald. Dit is de optische drive die ik nu ga vervangen door de adapter. Dus dat zou er zo één op één moeten in kunnen vallen. Ik zie dat hier twee schroeven zitten. Dat zal er heel misschien ook uit moeten om het geheel los te maken. Laten we als eerste plakkers losmaken. En dan met diezelfde schroevendraaier kan ik deze schroeven losmaken. Ook als je ze los of vast zet, heel voorzichtig, zet daar niet te veel kracht op. Want die gaan heel makkelijk loskomen. Dat was het werkgeheugen, dat heb ik ook geüpgrade. En er zitten van mij nu 2 gigabyte sleuven in kaartjes. Waardoor ik in totaal 8 gigabyte heb, wat voor mijn toepassing voldoende is. Dus hier zie ik inderdaad die twee punten waarop ik kan bevestigen. Ik zie verder geen andere bevestigingspunten, dus ik veronderstel dat daarmee deze ook los zit. Ik ga
kabeltje voorzichtig voor de kabels. Ik zal het kabeltje al losmaken. Die connector ook heel voorzichtig mee zijn. Zijn zeer fragiel. Dan deze kabel zou ik straks moeten kunnen overzetten op mijn adapter. Ik krijg nog geen bewegingen, dus ik zal deze speaker module ook verwijderen. Ik dacht dat ik het er van achterheen kunnen schuiven, maar dat blijkt niet mogelijk. Hier zitten twee schroeven zo te zien. Deze eerste schroef is de langste. En dan hier zit een iets kortere schroef. En dan zou ik dit moeten kunnen verwijderen. Op zich, de speakermodule zelf is van plastic. Is niet zo fragiel, maar de kabeltjes die er rondlopen zijn wel zeer fragiel. Dus vooral opletten voor de kabeltjes als je dit weghaalt. Dat je de kabeltjes niet beschadigt. En nu zie ik hier toevallig onder deze kabel nog een andere schroef zitten. Dus eigenlijk zit de optische schijf zit eigenlijk vast met drie schroeven in plaats van twee zoals ik dacht. Beter losmaken en dan kan ik het geheel wel uitkrijgen. Ja. En deze connector zal ik dus moeten overplaatsen op de module die ik gekocht heb. Dat beeldje moet ik ook overplaatsen. Dan kan ik het geheel gewoon plug and play. Het zijn weer dezelfde schroeven. Deze losdraaien. En het geheel hier dan terug op vast draaien. Hierbij voorzichtig dat je het geheel niet te vast zet. Dus gewoon losjes vastdraaien, maar zeker niet doordraaien. Want die dingen schroef je heel gemakkelijk stuk. Gaan we onze harde schijf erbij nemen. Dus ik ga zelf deze harde schijf erin plaatsen. Het is nu geen solid state. Gewoon een 500 gig harde schijf, niet van de snelste. Dat zou kunnen de originele schijf zijn van deze computer. Dit is het type adapter of het type aansluiting dat hierin past. En dat is een kwestie van dat daar gewoon in te schuiven. Ver genoeg doorschuiven dat de connector een goede connectie maakt. En dan kan ik die langere schroeven hier gebruiken, ja, om de harde schijf in de module vast te zetten. Niet te vast zetten, want je vijst het eigenlijk in aluminium. En die draad in die aluminium is vrij gevoelig, je kan dan gemakkelijk strippen. Kracht opzetten, gewoon van zodra dat je weerstand voelt stoppen. Dat is meer dan voldoende. En dan een onder onze speaker plaatsen, opletten voor onze kabels. Dan is het een kwestie van de drie schroeven die we eruit gehaald hebben terug te plaatsen. En dan onze speaker nog terug plaatsen, opnieuw opletten voor de kabeltjes. Zien dat alles op zijn plaats valt. En dan de twee schroeven, dus hier aan de kant van de speaker komt de langste schroef. En dan de kortere schroef is voor deze kant. Voilà, en daarmee hebben we dus een harde schijf verplaatst, moeten we gewoon nog die connectors terug bevestigen. Voor we dat doen, zal ik eerst mijn batterij plaatsen. Als ik de verpakking er snel bij neem, zie ik hier al dat daar ook schroevendraaiers bij geleverd zijn, twee verschillende types. En dan de batterij zelf, blijkbaar goed verpakt. Nog wat informatie ook. Nemen dat we die meteen kunnen plaatsen. Dus de vorige batterij was volledig opgezwollen. Dat heb ik naar het containerpark gebracht. Dat is ronduit gevaarlijk. Deze ziet er gelijkaardig uit. Afgewerkt uit ook. Dit is een tap om de batterij eruit te nemen. Mag je laten hangen. Dit is de plastic behuizing van de batterij. Is mooi gevormd naar de case toe. En eigenlijk qua plaatsing heb je hier die punten waar de batterij onderschuift. Plaatsen. En dat lijkt allemaal goed te passen. Ik zal meteen ook mijn spijster terugplaatsen. Dus mijn stukje piepschuim. Om het niveauverschil op te vangen van de nieuwe harde schijf. Hier deze schroef op mijn batterij was dat afgebroken. En dit is de connector. Laten we opnieuw voorzichtig zijn met de connectors. Die zijn vrij gevoelig. Dus niet te veel kracht opzetten. Als het niet past, is het teken dat het niet goed uitgelijnd is. Dus gewoon voorzichtig. Ah. En dan kunnen we deze connectors ook terugplaatsen. Die zijn van het extreem gevoelige type. Nog een detail van de batterij. Dus het is een die A1322, het is een 6000 mAh. En die A1322 is het modelnummer. Dus als je daarop zoekt, vind je zeker een batterij voor een MacBook. Dan is het een kwestie van de cover terug te plaatsen, op zijn plaats te leggen en dan de schroeven terug in te draaien.
Dus allemaal vastzetten. En daarmee is het geheel rond. Als ik nu terug omdraai, dan zou ik het moeten... Ja, ik zou eerst en vooral moeten kunnen zien aan de batterijindicator dat er terug een batterij geplaatst is. Ja, en dat werkt. Dat is al een goed teken. En dan start de computer ook gewoon op. En dan ben ik zeker dat alles in orde is. Ja, en de computer start. Dus, een geslaagde operatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.